Het wie wordt een volle winterdag. Maar mist, maar lichte frost toe die op de meeste plekken. Op sommige plekken zelfs matige frost. Dan is het koud, waait het nog net al te hut. En dan hebben we een goed wintergevoel. En dat wintergevoel horen we morgen ik nog wel even. Joen en vannacht, hoe winter sprutsen. Matige frost, min 6, min 7 graden op het Vesterloon, min 3, min 4 graden in het kustgebied, via de bewolking, de mist verdwijnt, ik wil een paar opklarings en nog kans op glijdens. En de wind, die komt uit zuidelijke richting naar het zuideerst, wordt sterker, matig en vrij krachtig, misschien wel krachtig in het kustenwaardgebied. En dan morgen hoe dat? Ja, dat wordt koud. Van het wintergevoel komt er zelfs wat sneeuw, vooral in de midden, sneeuw, lichte sneeuw. Maar aan de oorkant, voor iedereen die nog even de rijden zonder binnen wil, het zal morgen wijzen matten. De temperaturen 0 tot min 2 en de wind die komt uit het zuiden en zuideerst mooi. Matig en krachtig letter hut in het kustenwaardgebied. Daartoe viel het flink hard aan, goed klaaien. In de joentiet, in de nacht, ja, staan er gewoon eens even, misschien letter in de nacht wel rein of ijzel. En dat brengt me ik bij snijden. Een dag mooi bewolking, een dag mooi rein. Eerst de kans op ijzel, dus kans op glijdens. Hoe dat een temperatuur die oprint naar 2, 3 graden, en misschien wel 4 graden op de eilanden. En dan is het gewoon taai waar ontwitten. De wind komt ik uit zuid-zuidwest en die is krachtig onthut. Krijgt zelfs ontzongen voor het kust- en waardgebied. Hoe taai waar sprutsen, in de nacht van snijden op maandje hebben we dan wel een temperatuur boven 0, maar terug opvriezen kan het op nij glijd worden, want het zal opkleden. En dat geldt ik van maandje te morgen. Het vooruitzocht, man die dag, 4 graden, een droge dag met zinnen. En deze wijze, stwarmig waar ons stwarm, betekent rein en de temperaturen gaan richting de 9 of de 10 graden. We moeten morgen nog maar even in het winterwaarschijn.